Vandaag de gast Laurens Dassen, lijsttrekker, partijleider en fractievoorzitter van het Pan-Europese Volt. Komend half uur wil ik graag nog twee onderwerpen sowieso bespreken. Namelijk hoe je aankijkt tegen de komende verkiezingen en hoe het gaat met die Pan-Europese politieke beweging. Laten we met het laatste beginnen. Het bestaat nu 6 jaar in Europa, hè, de beweging. 31 landen actief, ik zei het al. Dus de kiezers zullen Volt associëren met Europese samenwerking. Niet voor niks ook. Jullie willen bijvoorbeeld een Europese grondwet om de Verenigde Staten van Europa, een Verenigde Staten van Europa op te richten. Met welk doel eigenlijk? Nou kijk, op dit moment is het allerbelangrijkste dat we in een wereld leven die steeds vijandiger wordt. We hebben een oorlog op het Europese continent. En we zijn nog steeds afhankelijk voor onze veiligheid van de Verenigde Staten. Dat betekent dat we een sterker en onafhankelijk Europa op dit moment nodig gaan hebben. En dat betekent ook dat we in Europa de afspraken die we met elkaar hebben van hoe ziet een Europese democratie eruit gaan vastleggen. En dat kan wat ons betreft in die Europese grondwet. Want we hebben ook de afgelopen jaren gezien dat bijvoorbeeld een land als Hongarije de democratische rechtsstaat aan het afbreken is, de persvrijheid aan het afbreken is, dat de LHBTI-gemeenschap daar onder druk komt te staan. Nou, daar heeft ook de Europese landen hebben daar veel te lang van weggekeken. In 2010 werd Orbán al een dictator genoemd. Toch is daar bijna niks op gebeurd. Dus wij vinden daar moet harder op ingegrepen worden. Zoals? Wat moet er gebeuren dan met Orbán? Nou, dus op dit moment vinden wij dat artikel 7 geactiveerd moet worden. Wat betekent dat Hongarije zijn stemrecht verliest in de Europese Raad. Zodat het ook niet meer sancties bijvoorbeeld tegen Rusland kan blokkeren of andere veto's kan uitspreken. Zeker niet nadat hij een paar weken geleden met Poetin op het podium stond. In China, hij was hier te gast aan Peking bij de Belt and Road Initiative. Nee, en dat zijn natuurlijk hele frustrerende en zorgwekkende ontwikkelingen. Juist omdat dat ook de Europese samenwerking ondermijnt. En zeker onze veiligheid ook ondermijnt. Het positieve daaraan zie je nu ook in Polen. Dat op het moment dat de Europese Unie druk uitoefent, zie je ook dat mensen daar in opstand komen. Omdat ze zeggen, onze toekomst ligt juist in Europa. En dat heel veel jonge mensen daar in de afgelopen weken naar de stembus zijn gegaan om te zorgen dat er een nieuwe regering komt. Geeft ook aan wat de veerkracht kan zijn van de samenleving. En heel veel mensen in Hongarije, maar ook in Slowakije, kijken juist ook naar de Europese Unie om hardere acties te ondernemen om te zorgen dat hun toekomst inderdaad in Europa blijft liggen. Ja, dus meer investeren in Europa, dat is een speerpunt bij Volt. Tegelijkertijd, hoe zorgt ervoor dat het democratische gehalte van Europa toeneemt? Nou, daar hebben wij een paar hele concrete voorstellen voor. Want op dit moment is de Europese Unie onbestuurbaar. Of nou, onbestuurbaar, het gaat in ieder geval vaak te langzaam. Elk land heeft een vetorecht. En ik gaf het net al aan, een Orbán kan dat blokkeren. Daar moeten we vanaf. We moeten af van dat veto. Maar ook zie je dat het nog veel te veel nationaal georiënteerd is. Dus bij de Europese verkiezingen stemmen we allemaal op nationale partijen die vanuit een nationaal perspectief naar Europa kijken. Terwijl wij zeggen, ja, dat moet vanuit een Europees perspectief, zodat mensen ook weten van welke richting willen partijen met Europa echt op. Dus wij willen transnationale kieslijsten. Wij willen van het Europees parlement een daadwerkelijk parlement. Ik weet toch niet op welke Italiaan ik zou moeten stemmen? Nee, dat weet je op dit moment niet. Zou ik dat omdat dan wel er weten? Geen echte campagne wordt gevoerd. Maar het wordt vanuit Nederland gedaan. En het gekke is, dan zit D66 maar zit samen dat eruit met de VVD. Van de Europese campagne? Gaan we dan allemaal in het Engels met elkaar discussiëren, debatteren? Nou, er zijn hartstikke veel mogelijkheden om dat op een goede manier te doen. Om te zorgen dat dat vertaald wordt. Hoe zien de lijsttrekkersdebatten eruit dan? Dat zou in het Engels kunnen. Dat zou ook dat met vertaling. Grote afstand met de kiezer. Dat zou ook met vertaling kunnen worden. Want als je het democratische gehalte van Europa wil verhogen en je gaat in één keer in het Engels debatteren, sluit je al een heel groot deel van het electoraat uit natuurlijk. Lager opgeleide, die misschien wat minder goed zijn in het Engels, of praktisch opgeleide. Daar zijn inmiddels zoveel mogelijkheden voor om dat op een goede manier te vertalen. Dat zou met kunstmatige intelligentie met vergrote afstand toch? Nee, het verkleint juist de afstand. Omdat je juist laat zien van welke richting ga je met Europa op. En dat is op dit moment helemaal niet aan de orde. Kijk, het belangrijke van Europa. Maar toch, nee, ik wil heel even terug naar dit punt. Want wat ik interessant vind is, de doelstelling is, we moeten transnationale lijsten. We moeten af van het idee dat we alleen voor Nederlanders stemmen als we Europees gaan stemmen. Zeker. Ik vraag me af of je daarmee het democratische gehalte van Europa of het Europese gevoel dichter bij de burger brengt dan het nu is. Want dan krijg je dus, dat gaat hoog over de hoofden van de kiezer heen, toch? Dan sta je daar te debatteren, Laurens Dassen in het Engels, met een vertegenwoordiger van de Christendemocraten die dan toevallig nummer 1 is en uit Spanje komt. Ja, in het Engels. En dus laat je dan zien van welke richting ga je met Europa op. Dat en dat kan met voor ondertitels, dat kan met vertalingen. Dus u maakt nu van een klein praktisch probleem een heel wezenlijk. Het is een heel groot wezenlijk probleem volgens mij. Want dat is exact waar Europa over gaat. Ik denk dus dat het op dit moment helemaal intransparant is wat Europa doet. En dat is een van de grote problemen waar we tegenaan lopen. Mensen willen meer inzetten op Europa. Mensen
ze weten niet precies waar Europa allemaal over gaat. Wij willen dat transparanter maken, wij willen dat democratischer maken, zodat het juist ook voor mensen begrijpelijker wordt wat Europa allemaal aan het doen is. En daarvoor moet je ook zorgen dat je naar een Europese parlementaire democratie gaat. Ik ga het toch onderbreken. 1 op de 6 Nederlanders is functioneel analfabeet. En dan verwacht u dan van dat ze een Europees verkiezingsdebat kunnen gaan volgen. Ja, en dus moeten we ook zorgen dat dat dan heel duidelijk vertaald kan worden, zodat iedereen daar ook in mee kan gaan. En dat kan met kunstmatige intelligentie, kun je dat direct vertalen. Dat kan met vertalers, dat kan met ondertiteling. Dus ook daarin zitten gewoon heel veel mogelijkheden. Ik maak er zo'n punt van, omdat ik denk dat het juist de afstand zo vergroot met de kiezer. Dat het juist het Europese gevoel misschien wel veel verder wegbrengt. Ja, maar ik zie dus precies het omgekeerde. Ja. Je gooit nu zand voor de ogen in mensen door te doen alsof je vanuit een nationaal perspectief Europese belangen kunt vertegenwoordigen. En dat kan niet. We moeten zorgen dat Europa dichter bij elkaar komt. En daar is het ook bij dat... Overigens werkt het in als we het dan over de Verenigde Staten van niet Europa, maar van Amerika hebben, werkt het ook zo. Dan word je lokaal verkozen om dan in Washington natuurlijk de vertegenwoordiger van jouw district te zijn. Dus zo zou het ook kunnen werken, toch? Dus kijk, het systeem wat wij willen is dat je en op een transnationale lijst kunt kiezen. Want soms word je misschien beter vertegenwoordigd door de visie van een Italiaan. Maar dat je ook op een Nederlander kunt kiezen of op een Duitser, zodat je een twee stemmen eigenlijk uitbrengt. Eén op een nationale kieslijst en één om te zorgen dat je ook uiteindelijk een lokale vertegenwoordiger hebt. Ja. Ik denk dat de analyse die u net schetst van Europa werkt op dit moment niet goed, de democratische gehalte is niet hoog genoeg, zal breed gedeeld worden. Er kwam onderzoek tegen dat veel Europeanen niet tevreden zijn over de EU. Minder dan 1 op de 3 inwoners vindt dat de EU nu goed functioneert. Dat was een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam hier, onder inwoners van 10 EU-landen. Nederland is dat 1 op de 5 zegt de Europese Unie werkt goed zoals ze is nu. Zat ik te denken, oké, dan ben je Volters pan-Europese partij, dan zie je dat dit de sentimenten zijn. Dan is er dus nog een wereld te winnen om ook die kiezers te zeggen, en toch moet je op een Europese partij gaan stemmen. Nou zeker, kijk, maar we moeten het in de context plaatsen van de wereld waar we op dit moment in zitten. En er is op dit moment een oorlog op het Europese continent gaande. Voor die oorlog zijn wij volledig afhankelijk van een andere grootmacht, van de Verenigde Staten. Stel je voor dat Trump daar over een paar jaar weer aan de macht komt. En die kans is vreer aanwezig. Trump heeft eerder gezegd om zich terug te willen trekken aan de NAVO. Willen wij er dan op gokken dat wij voor onze veiligheid afhankelijk zijn van Donald Trump? Ik zeg nee, dat moet je absoluut niet willen. Dan moet je zorgen dat je als Europa toewerkt naar een eigen defensiemacht. Dat je gezamenlijk gaat investeren, dat de Europese defensieindustrie op orde komt. Zodat je in staat bent om Europeanen, dus ook Nederlanders, te beschermen. Dat is cruciaal. Ja, maar wie moet dat nu doen? Dat is die beroemde uitspraak van Kissinger. Een tweede punt is klimaatverandering. Yeah. Dat is een probleem, dat moet je met elkaar in Europa oplossen. Nu maken we afspraken in Europa, maar de uitvoering is puur nationaal. En daardoor zijn we niet in staat om die klimaattransitie snel te maken. Kerncentrales worden in Duitsland gesloten en in Nederland worden ze geopend. Dat is krankzinnig. Dat moeten we met elkaar aanpakken. Bestaanszekerheid. De oplossing is daarvan dat je oplossingen gaat zoeken Europees, zeggen jullie dan. Nog één punt. Want je had al een extra punt gemaakt. Nog één punt, want dat is wel een belangrijke. Ook als je wil zorgen dat grote bedrijven een eerlijke belasting gaan betalen, dan moet je daar Europese afspraken over maken, omdat anders bedrijven landen tegen elkaar uitspelen. Daar profiteren uiteindelijk u en ik ook van. Omdat zij dan op die manier een eerlijke bijdrage leveren. Maar toch, Europa is toch stroperiger, nog stroperiger dan Den Haag. En daarom moeten we het democratischer maken, ja, zodat het efficiënter en daadkrachtiger wordt. Ja. Want de stroperigheid aan de ene komt kant nu juist... verwacht u nu al de oplossingen de vanuit Europa. Nu, juist nu wil van... ik mijn punt graag maken. Aan de ene kant verwacht u nu al de oplossingen vanuit Europa, als het gaat om defensie, als het gaat om klimaat bijvoorbeeld. En aan de andere kant zegt hij, maar Europa functioneert nu niet goed genoeg om dat te kunnen doen. Dat gaat lastig samen. Nee, dat gaat heel goed samen. En daarom moeten wij ook als Volt in alle Europese landen vertegenwoordigd zijn. Omdat Europa nu nog deels gevormd wordt vanuit de hoofdsteden. Daarom zitten wij ook in het Nederlands parlement. Om te zorgen dat we Europa democratischer maken. En dat willen we vanuit alle parlementen doen. Kijk, nu worden de grote besluiten worden in Europa gemaakt door de Europese Raad. Door de regeringsleiders. Dat is totaal intransparant wat daar gebeurt. Dus dat moeten wij veranderen naar een Europese parlementaire democratie. Maar ook moeten we zorgen dus dat we dat nu vanuit de nationale parlementen veranderen. Ja, maar dan toch nog dus dat past heel erg goed samen. Ik begrijp het, maar als aan de ene kant de oplossing moet komen van de instituten die er nu zijn en die veranderen en die aanpassen, dat gaat niet zomaar. En aan de andere kant zijn er problemen, daarom zeggen jullie zelf, we moeten radicale keuze maken. Zeker. We kunnen niet meer wachten met klimaat, we kunnen niet meer wachten met bijvoorbeeld die Europese defensie, maar dat moet dan
volbracht worden door instituten die op dit moment niet functioneren. Nee, maar dat klopt niet wat u zegt. Kijk, wij willen en die instituten verbeteren. Dat zou best wel goed kloppen. Ja, ja, maar het klopt niet helemaal. Want dat is ook de reden dat we in de nationale parlementen ook hier heel actief mee bezig zijn. Omdat Europa nu nog door de hoofdsteden wordt gevormd. En dus zorgen wij ook dat we vanuit elk land deze verandering al in gang zetten. Om ook te zorgen dat we dus die problemen gezamenlijk aanpakken. Ja, en op die manier dus door die samenwerking binnen Volt kun je dat van onderaf veranderen? En dus kun je dat vanaf onderaf veranderen. En dat is ook het mooie dat wij in al die landen actief zijn. Dat we steeds meer vertegenwoordigers krijgen. Afgelopen weken weer in Athene. We zijn in Cyprus opgericht. Dus we zitten inmiddels overal. Om te zorgen dat we van onderaf die verandering voor elkaar boksen. Was u blij met Wopke Hoekstra? Nee. Kijk, je kunt zeggen van de bekeerlingen zijn vaak het fanatiekst. Ja. Dus in dat opzicht zou je kunnen zeggen dat is positief. Maar als er nou iets een voorbeeld is van ondemocratische benoemingen, is dat wel, toch? Ik vind het waardeloos hoe dit gegaan is. En ik denk ook dat dat precies laat zien waarom we Europa democratischer moeten maken. Of precies laat zien waarom Europa soms de kiezers wat enigszins afschrikt. Nee, maar dit is precies ook, bij de Europese verkiezingen van vorige keer had je Ursula von der Leyen die uit de Hoge Hoed werd getoverd. Niemand wist waar zij voor stond. Niemand wist wat haar ideeën waren. Ze had geen campagne gevoerd. En dat willen wij veranderen. Je wil uiteindelijk degene die het voorzitter van de Europese Commissie is, die moet ook duidelijk hebben laten zien wat zijn de ideeën, wat is de visie, waar gaan we naartoe? En dat dat voor iedereen helder is van waar ze uiteindelijk op stemmen. Ook Art Rooijakkers vind je in de BNR-app. Zeker, je kunt live de Big Five luisteren. De BNR-app met breaking news. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder Boekenstein en De Wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.